2, 1 en knal hem er maar in, die lieder. Jongens, met welke camera beginnen we? Dames en heren, dit is het meubelnieuws van vandaag. Machinaal hout bewerken, slim aangepakt, ja, voorkomen. Dit is camera 3. Want veel tillen en bukken kan slecht zijn voor de gezondheid. Nieuwe oplossingen voor het zware tilwerk van de houtbewerkers in de meubelindustrie. Na jaren van tillen met zware platen zijn er nu apparaten die dat werk een stuk lichter en eenvoudiger maken. En door de logistiek aan te pakken, wordt er een stuk efficiënter gewerkt. Over 3 seconden met een wijpie naar Sjaak. We schakelen nu over naar onze reporter ter plaatse. En gooi hem er maar in. Sjaak, je bent live. Jongens, hoeveel zijn we? Want we gaan zo de lucht in, ja? Ja, je bent al in de lucht. Sjaak, je bent live nu. De truurbouwers die staan... Staat hier een beetje in andere in zware plaatmaterialen gebruiken voor het maken van hun interieur op maat. Om de lichamelijke belasting nou zoveel mogelijk te beperken, maken de medewerkers van dit interieurbedrijf nu gebruik van een zogenaamd vacuumhefsysteem. Zeg maar een soort superstofzuiger die een grote houten plaat in een handomdraai kan optillen en kan verplaatsen. Deze machine in combinatie met een slimme logistiek maakt het werk een stuk lichter en aangenamer, zou ik zeggen. Ik ging voor meubelnieuws op onderzoek uit en maakte u nu volgende rapportage. Wat? Rapportage? Ja. Zei ik rapportage? Ja, je zei rapportage, ja. Het is toch een reportage? Het is reportage, ja. Kan ik het nog een keer doen? Hij zei rapportage, ja. Is dit live? Dit is live, ja.